Mijn gewicht was eigenlijk een, een drama. Kijk, ik ben geen meisje dat altijd super slank is geweest. En die ambitie heb ik eigenlijk ook nooit gehad. Maar gewicht speelde opeens wel een rol. Speelde nooit een rol. Ik was een hele sportieve meid. Ik heb gestudeerd in de sportsector. Dus ja, je bent continu bezig met bewegen en gezond zijn. En ineens verandert er iets. Dus je komt aan en niet langzaam aan. Maar best snel, uh, het ging bij mij toch wel met vijf tot zes kilo per maand. Maar los daarvan uh, kwam je niet alleen aan, maar je voelde je moe, maar je zag je lichaam ook veranderen. He, vocht vasthouden, alles werkte anders. Voedingsgebied ga je natuurlijk van alles proberen, want je bent wanhopig en je wilt terug naar wie je was. Uh, dus van dieet naar dieet. Je leest een vakblad, je komt bij de dokter, je leest iets over bepaalde aandoening. Dat zou misschien bij mij ook wel helpen. Uh, van het extreem veel water drinken naar een soepdieet, naar uh, hele dure diëten die er waren. Het heeft me allemaal niks gebracht.